Gert-Jan Holteman zit bij ons aan tafel. Gert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je hier bent. Dank je. Jij bent voorzitter van Gruppetto. Ja, dat zeg ik goed, hè? Ja. En Gruppetto is hier de. Is de snelst groeiende wielervereniging in Nederland? Nou, dat scheelt niet zo heel veel. Er zijn een aantal die ook snel gaan. Ja. En wij hebben ondertussen in 3 jaar 250 leden. Okay. En dat is redelijk snel gegaan. Oké, okay, ja. Maar dan zie je dat de hele wielrensport in Nederland behoorlijk in de lift zit, of niet? Ja, ja, de hele wielersport, met name het recreatief fietsen, dat gaat heel snel op dit moment. En de NTFU, dat is zeg maar de federatie voor fietsers, die besteedt er ook erg veel aandacht aan. En waar ligt dat dan aan, zo'n groei? Ik denk dat fietsen is sowieso populair doordat er heel veel uitgezonden wordt op tv natuurlijk. Je ziet een groot aantal goede doelen die gaan fietsen. Ja. Nou, ook daar, dat heeft een spin-off natuurlijk. En daarnaast zie je heel veel mensen die na een actieve teamsportcarrière willen gaan fietsen. En iets zoeken en dus gaan fietsen. Ja, want hoe moet ik me dat voorstellen? Nou wordt iemand lid bij jullie bij de club. Ja. En dan? Dan gaat hij in eerste instantie een keer mee of op zondagochtend of op woensdagavond. Wij doen dat zo dat iemand begeleid wordt in het begin. We hebben daar zelfs voor komend jaar een aantal mensen voor aangesteld die dat speciaal gaan doen. Dus, die dus nieuwe leden onder hun hoede nemen. 2 of 3 keer. En die vervolgens mee mogen gaan fietsen in een groep. Als iemand nieuw komt, dan is het altijd lastig als je nog nooit in een groep hebt gereden om dat te gaan doen. Dat heeft natuurlijk ook met veiligheid te maken. Ja. En dat is voor ons een heel belangrijk item. Dus dat is iets waar we met name het laatste jaar heel veel aandacht aan besteed hebben. En wat komend jaar een nog veel strakker item wordt. Zijn er ook verschillende niveaus als je instapt? Ja. Ja, we hebben 5 niveaus zelfs. We hebben een A-niveau, dat zijn de hele snelle jongens. Die rijden gemiddeld 35 tot 37, zeg maar. Gemiddeld? Ja, gemiddeld. Goedemorgen. Ja, die rijden weg en dan zie je ze ook niet meer. En die leggen al een afstand af van? Een beetje zo zondagochtend? 90, 100, 110 kilometer. Ja. Ja. En de B-groep die zit er wat onder, die rijdt zo rond de 32 gemiddeld. C-groep die rijdt rond de 29. En dan hebben we een D-groep, dat is eigenlijk de koffiegroep noemen we dat. Zeg ik dat goed? Nee, de D-groep is de beginners, dus zeg rond de 25. En de E-groep is de koffiegroep. En dat is de groep met mensen die belangrijk vinden om gezellig lekker te fietsen, een beetje te kletsen onderweg. Toch wel een behoorlijk tempo te maken. En onderweg even een kopje koffie te drinken. En dan wordt er ondertussen toch nog wel 80 tot 100 kilometer afgelegd. Ja. Goh, die fiets van kroeg naar kroeg dan, zeg maar. Nee, het is geen Elfstedenkroegentocht. Nee, oké. En trainen die daar ook voor? Of is het gewoon 1 tocht in een week en dat is het? We hebben zomers een aantal trainingsdagen. En dat is op de zondag en op de woensdag. En de zondagochtend is dat vroeg en de woensdag is dat de avond. We hebben daarnaast nog een trainingsavond. Dat is er was afgelopen jaar de dinsdag. Waarschijnlijk is dat komend jaar ook weer de dinsdag. Dat is onder leiding van een gediplomeerde trainer. Dus dat is, okay. Ja, dat is ook erg leuk, want dan leren mensen ook technieken. Je denkt op een fietsje zitten is heel eenvoudig, maar dan leren ze ook remmen, dan leren ze bochten rijden, dan leren ze balanceren. Ja. Hoe rij je in een groep, dat soort dingen. Ja. En 's winters, zeg maar het seizoen wat we nu hebben, hebben we ook een trainer. Dat is dezelfde trainer, dat is Paul van Dam. Speciaal opgeleid door de NTFU. En dan rijden we in de bossen, rijden we ook op techniek, zeg maar. En daarnaast zijn er nog een aantal groepen die off-tourtochten rijden van 40, 60, 80 kilometer. Of een toertocht, of een gewone training. Dus die gaan gewoon zondagochtend zelf de bossen in. Dus het is in de winter wat minder strak georganiseerd. Maar er zijn wel genoeg mogelijkheden. Ja, ja. En als je kijkt naar afgelopen jaar, hè, wat me één ding wat voor de geest staat, is dat jullie in het kader van
menen donderdag Meppeldag een keer naar de Mokumdag een keer naar Amsterdam zijn geweest met elkaar. Ja, geweldig. En ja. Toen was er zelfs iemand, of misschien wel meerdere, die was in Rotterdam of in Amsterdam en die ging ook op fiets weer terug. Ja, er zijn er geloof ik 4 weer teruggegaan. En die waren hemel. Zelfs nog eerder terug dan de bus vanuit Amsterdam. Ja. We hadden op de heenweg heel slecht weer, wind tegen. Ja, dat begreep ik. Ja. Ja. En we zijn daar natuurlijk even gebleven. We hebben een hapje gegeten. En de bus ging wat later weg dan de fietsers natuurlijk. Ja. Maar die jongens die waren s'avonds om 9:30 alweer terug. Zo. Waar je met de bus aankwam. En die hebben echt flink doorgereden. En op één dag 280 kilometer, denk ik. Goedemorgen. Ja. Helder. Ja. Goed, ik kreeg net het signaal dat we nog een minuut hadden. Okay. Gert-Jan, wij vragen aan ieder gast een nieuwjaarswens. Ja. Nou. Dat overval je me mee. Het is nog geen nieuw jaar. Maar wat ik belangrijk vind, zoals je misschien weet, ik ben ook oprichter van Meppel United. Ja. Dat weet jij natuurlijk zeker. Wat ik met name zie is dat samenwerking tussen mensen, eigenlijk onvoorwaardelijke samenwerking, dat het oplevert voor iedereen. En dat iedereen daar profijt van heeft. Dus mijn nieuwjaarswens zou zijn veel samenwerking. Bijvoorbeeld tussen de Meppel sportverenigingen. Maar ook gewoon tussen kleinere bedrijven die elkaar proberen te versterken. En op die manier er allemaal van profiteren. Hartstikke goed. Mooi hè? Dankjewel. Ja, dat is mooi. Ja, daar gaan wij zeker een bijdrage leveren. Oké. Wij spreken elkaar nog vaak. Ja.